Hoi allemaal en welkom terug bij een nieuwe video bij onze YouTube kanaal. En vandaag gaan we het hebben over eigenlijk wat voor soort deals wij eigenlijk aan het doen zijn en hoeveel rendement we daarop gaan maken. Nou, ik laat je dan ook nu een deal zien eigenlijk waar ik momenteel echt mee bezig ben. En dat natuurlijk nog niet finaal is, dus ik moet bepaalde informatie dan ook eigenlijk geheim houden. Dus ik zal bepaalde informatie ook fictief eigenlijk laten zien. Hè? Dus de stad natuurlijk en welke plek het zal zijn. En bepaalde financiële gegevens, maar de prijs per vierkante meter, et cetera, zullen correct zijn. Nou, laat ik dan beginnen met een case waar ik momenteel mee bezig ben en wat natuurlijk best wel wat tijd gaat kosten. Nou, dit is dan ook een transformatieproject. En de transformatieproject houdt dus in dat je eigenlijk bijvoorbeeld een gebouw koopt, wat een kantoorpand is, daar dan 6 appartementen gaat realiseren en dat of gaat verkopen of natuurlijk verhuren. En dan pak ik even gewoon de cijfers erbij. Ja? Wat je dan ook ziet momenteel, is dan als we kijken naar de uitgangspunt qua verkoop bijvoorbeeld, dan zag ik namelijk eigenlijk dat de buren, noem maar even zo, want daar is onlangs een nieuwbouwproject gerealiseerd, is dat ze eigenlijk het object eigenlijk hebben ook getransformeerd en dat voor €3.700 prijs per vierkante meter dus zullen verkopen. Ja, dus dat is €3.700 vraagprijs, ook wel dus de prijs per vierkante meter. Nou, dan heb je nog iets anders. Dan heb je toch te maken met bijvoorbeeld mijn inkoopprijs. En de inkoopprijs die ik dan doe voor dit project is dan ongeveer €1.100 per vierkante meter. En er is waarschijnlijk nog wel wat onderhandelingspositie hierin. Nou, dat geeft mij dus eigenlijk een winst van €2.600 per vierkante meter. Dit is ook wel bijvoorbeeld de bruto winst die je dan zo kunt noemen. En van de €2.600 moet je nog gaan verbouwen. Naar verwachting gaan we dan €1.500 prijs per N2 dan verbouwen. Wat dus eigenlijk mij overhoudt. Natuurlijk €1.100 prijs per vierkante meter. Ja, dus dit zou eigenlijk een soort van netto winst, nog niet helemaal, eigenlijk gerealiseerd kunnen worden. Want wat ik dan ook nog in mijn berekening mis, zijn overige kosten. Dan moet je dus denken aan overdrachtsbelasting. Dus omdat ik een inkoopprijs heb van €1.100 per vierkante meter, heb je dus 8%, nou, plus notariskosten, laat ik echt heel breed pakken, €110 aan overdrachtsbelasting prijs per vierkante meter. Ja, dus dat denk ik moet je aan overdrachtsbelasting, notaris, et cetera. En dit is natuurlijk best wel wat ruim geschat, hè, want notariskosten kunnen makkelijk ook bijvoorbeeld 1.500 kosten. Maar dan heb je dus €1.100 prijs per vierkante meter. Dan de volgende vraag die ik ook wel eens krijg, en dat moet je ook niet vergeten, van man, hoe ga je dit dan kopen? Nou, je hebt gelijk, ik heb het geld nu nog niet, dus ik moet nog het geld gaan vinden. Dus ja, mocht je geen zitten om mee te doen met dit project, laat het me ook weten. En stuur me dan een DM via LinkedIn of de Instagram kanaal. Maar zo kun je dan eigenlijk dus dan nog ook de vraag stellen, inderdaad, hoe kom ik dan aan het geld? En dat heet ook wel OPM, want ik heb nu niet het geld voor dit project, maar het zal ik wel gaan ophalen. Dan heb je dus natuurlijk dus dan kosten. Hè, kosten voor financiering, moet je denken. Vergunningen, ook wel dus de leges, et cetera, et cetera. Nou ja, hier kun je dus eigenlijk best wel directe controle op uitvoeren. Dus het geld dat je leent, dat je gebruikt natuurlijk om te verbouwen bijvoorbeeld of iets dergelijks, dat is natuurlijk even de vraagteken. Ja? Mijn voorkeur is dan natuurlijk om met investeerders gewoon samen te werken, die dan ook een gedeelte van de winst bijvoorbeeld krijgen, want dan deel je gewoon eigenlijk je winst. En dat is gewoon leuker altijd. Dus zo kom je uit misschien op €800 winst per vierkante meter. Nou, dit is heel even simpel samengevat. Er zijn nog wat complexere formules, maar even van de endtermijn terugwerkend is dit ongeveer de winstprijs per vierkante meter dat kan realiseren. Nou ja, als je dan hier bijvoorbeeld dan 600 vierkante meter hebt, wat je dan hier hebt, is dan natuurlijk een winst van €480.000 voor dit project wat je kunt realiseren. En als je dan terugrekent, is dus 600 vierkante meter keer €1.100, kom je dus eigenlijk uit op €660.000 qua investering. Voor 6 appartementen, waar we dus 6 appartementen kunnen realiseren. En dan heb je hier natuurlijk nog eens de prijsontwikkeling per vierkante meter. Dus ook al €1.500 keer €600. En dan kom je dus ook nog eens uit op €900.000 verbouwingskosten. Dus eigenlijk mijn benodigd kapitaal is dan dus 0,6
eigenlijk bijna 1,6 miljoen, dus nog 10% bovenop tellen, kom je eigenlijk op 1,7 miljoen, waarbij ik 480.000 euro kan mogelijk realiseren. En dan is de vraag natuurlijk van, is dit interessant om te investeren? Weet ik niet. Hangt van je eigen persoonlijke voorkeur af. Elke investeerder heeft zijn eigen voorkeur qua investeringen. Er zijn mensen die dan bijvoorbeeld willen fixen en flippen en daarmee misschien 10.000 euro pakken op 200.000 euro investering. Dus dan krijg je het net vanaf van je eigen stijl en waar je van houdt. Ik vind dit leuk, omdat ik altijd een goede exit kan hebben. En ik kan natuurlijk mogelijk herfinancieren, dus een hypotheek opzetten, waardoor ik eigenlijk grotendeels van het geld eruit krijg. In ieder geval dus allemaal kosten waarschijnlijk gedekt krijg en mogelijk misschien nog toch een beetje geld inlaat. Maar dan heb ik wel in één keer bijvoorbeeld 6 appartementen dat ik dan ook kan gaan verhuren. En voor mij is dit dus wel een hele interessante strategie, want als je dus beneden marktwaarde inkoopt, dat gaat verbouwen en dus dan of gaat verkopen of herfinancieren ten doele van verhuur, dan heb je dus best wel leuke exits die je dan altijd zelf uit kunt kiezen. En daarin kies ik dan ook dus investeerders die dan ook eigenlijk ook flexibel zijn om met mij hierin mee te gaan. Dus voor mij moet ik dan nu op zoek gaan dus naar vandaag investeringen. Dus mijn stijl is van, ik ga eerst de deals binnenhalen, dan hou ik de investering binnen. En van de tijd moet ik ook gewoon continu nieuwe investeerders zoeken of mee samenwerken. Maar dit is bijvoorbeeld een plaatje waar ik momenteel dan ook mee gebleven ben om dit soort winsten dan ook te realiseren. Dus als iemand dan bijvoorbeeld 1,7 miljoen aan mij zou geven, dan maak ik dus eigenlijk effectief, als er natuurlijk het volledige kapitaal wordt ingestopt, dan maak ik dus eigenlijk, ik ga even schatten, want ik heb geen rekenmachine werken, maar ongeveer 30% eigenlijk bijna aan rendement op ingelegd kapitaal. Ja? Dus return on capital zou ongeveer 30% zijn. Ga ik hier een hypotheek op aanvragen, schuld gebruiken. Dus dan moet je denken, bijvoorbeeld 25% eigen vermogen dat ik nodig heb, of 75% schuld. Dan wordt mijn rendement op kapitaal is misschien hetzelfde als we dan dit als kapitaal gebruiken, maar mijn rendement op eigen vermogen stijgt natuurlijk ongeveer keer 4, omdat ik natuurlijk 25% eigen inleg heb. En zo ga ik dan eigenlijk naar een investering van bijna eigenlijk 120% rendement op eigen vermogen. Dan is de vraag aan jullie, denk je dat ik dan een investeerder kan vinden die dan een 120% rendement op dit project interessant zou vinden en hierin zou willen meedoen? Aan jou dan een vraag of jij dus ook zulke investeerders kunt vinden, maar dit zijn dus wel leuke transformatieprojecten, wat natuurlijk ook heel, heel leuk is om te doen in de praktijk en ook echt mogelijk is nog steeds in deze markt. Ik hoop dat dit een beetje inzage geeft in het soort projecten dat wij aan het doen zijn, als wel natuurlijk soort rendement dat wij het maken zijn. En mocht je wat vragen hebben, laat dan ook een comment achter onder de YouTube video. En mocht je specifieke vragen hebben persoonlijk, stuur me dan een DM via Instagram, SushinVu. En dan zie ik je snel. Alvast bedankt voor het kijken en tot snel bij de volgende video. Doei doei!